via een presentatie van Boy Possen. Die zal ik dadelijk zelf wel even wat nader introduceren. Maar hij is in ieder geval onderdeel geweest van het team wat gekeken heeft naar bossen in Beekdalen. En ook gewerkt heeft aan de viewer die daarbij hoort. We hebben een presentatie van, ik denk van 1 minuut of 20. Die zal ook worden opgenomen. Nee? De presentatie zal worden opgenomen, zodat mensen hem nog een keer na kunnen kijken, terug kunnen kijken. En ook de mensen die helaas niet aanwezig hebben kunnen zijn, die kunnen dan ook nog een blik werpen op de presentatie. Als u vragen hebt, dan mag u die in de chat plaatsen. Die zullen we na afloop van de presentatie doornemen met elkaar. Mocht u een hele dringende vraag hebben, dan zet u uw wildcard in. Dan kan het tussentijds, heb ik van Boy begrepen. En dat mag u 1 keer doen tijdens de presentatie. Dus ik zou de wildcard met zorgvuldigheid inzetten. Zullen we aan het begin, zijn we gewend om in het begin van het webinar altijd even te kijken wat voor vlees dat we in de kuip hebben. Dus ik vraag even aan Jelle of hij de algemene polls kan klaarzetten. Dan kijken we even wat voor vlees dat we in de kuip hebben. Bij welke organisatie werkt u? En u kunt uw keuze maken uit het vorige geschotelde rijtje. En als u op submit drukt, dan wordt die doorgeleid. Dan maakt Jelle daar een staartje van. En dan krijgen we dat te zien. Nou, dat is weer redelijk verdeeld. Veel waterschappers en adviesbureaus. En het Rijk laat het in ieder geval voor dit thema even afweten. En ik denk dat het wel begrijpelijk is. Omdat het meer in de regio zit. Dan mag ik de volgende poll klaargezet hebben. Wat is uw functie bij de betreffende organisatie? Daar wordt ook weer een klein overzichtje van gemaakt. Ik zie dat we inmiddels met al... Kijk, veel adviseurs, maar voor de rest onderzoekers, beleidsmedewerkers. En anders, bij anders mag u ook gewoon even in de chat zetten wat die functie is. Dan krijgen we een nog breder beeld van de aanwezigen. Maar dank Jelle. Dan de laatste algemene poll. En dan gaan we over tot de presentatie. Hoe hebt u vernomen van dit webinar? Ook daar wordt weer een staartje van gemaakt. Dan weten wij in ieder geval volgens via welke kanalen we onze doelgroep het best kunnen bereiken. Via de aankondiging. U kunt u abonneren op de aankondiging, hè, van de COP Beken en Rivieren. En u kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. En dat kan dan via de website van de STOA. Onder de subsite van de COP Beken en Rivieren. Dankjewel, Jelle. Dan geef ik nu graag het woord aan Boy Possen. Je mag jezelf nog even wat uitgebreider voorstellen, Boy. En dan kun je de presentatie opstarten. Boy, het woord is aan jou. Oké,
prima. Als het goed is, ziet nu iedereen de presentatie. Dat zou mooi zijn. Misschien nog één hele korte mededeling. Als er aan de zijkant van uw presentatie een aantal hoofdjes in beeld verschijnen, dan kunt u die zelf aanpassen door een keuze te maken in de mogelijkheden. Als u dan op het meest linkse streepje klikt, dan hebt u alleen de presentator in beeld en hebt u zoveel mogelijk zicht op de slides. Nou, mooi posten dus inderdaad. Sinds heel kort werkzaam bij Brabant Water, 3 weken om precies te zijn. Daarvoor bij Stichting Borgerveen en bij Roze Haskoon in de RV. Dit werk is gedaan in mijn tijd bij Roze Haskoon in de RV en deels ook bij Stichting Borgerveen. Bos en Beekdalen, waar liggen de kansen? Daar hebben we natuurlijk niet alleen aan gewerkt. Ik heb ook samen gedaan met Bastiaan en Madeleine van Royal Haskoning DRV. En natuurlijk met een hele hoop mensen van de waterschappen, de Stora en de Unie Waterschappen. Het heeft geresulteerd in een achtergrondrapport waar vandaag een korte toelichting op volgt. Een paar highlights die haal ik eruit. Het heeft belangrijker gerealiseerd in een online tool, in een website. Waarin je daar zelf mee aan de slag kan gaan. Dus je hoeft niet het hele rapport te lezen. Mag wel, zou ik ook doen. Maar het is niet nodig. We hebben een online viewer gebouwd waarin je voor het gebied waarin jij werkt, voor zover op de hoge zandgronden, kan kijken waar bos een goed idee is. En hoe dat past bij de doelen die jouw eigen organisatie heeft. Een kansenkaart. Waarom zou je eigenlijk een kansenkaart maken? Zeker een kansenkaart voor waterbeheerders. Want wat moet je nou als waterbeheerder met bos? Hè? Je kerntaak is water. Zo brengen. Ja, bos staat nogal hoog op de agenda. Vooral het bosareaal. Niet alleen vanwege het klimaatakkoord. En de doelstellingen erin die onder andere te maken hebben met het vastleggen van CO2. Maar ook de bossenstrategie. Waarin gezocht wordt naar 37.000 hectare extra bos. En waarbij aan alle maatschappelijke partners wordt een bijdrage wordt gevraagd. En waterbeheerders, die horen erbij. En niet alleen waterbeheerders, ook natuurterreinbeheerde organisaties en tal van anderen. Maar eigenlijk wordt dus aan iedereen gevraagd om na te denken. Zou je nog ergens een extra bos kunnen realiseren? Zou je een bijdrage kunnen leveren aan deze doelstellingen? Ik gaf net al aan, toen we hiermee bezig waren. In het begin van, wat is nou precies de vraag? En hoe gaan we dat inrichten? En wat gaan we dan doen? Dat is een veel grotere vraag. Van, wat heb ik nou als waterbeheer om het bos te maken? Nou, het bos is dichterbij dan je denkt. Niet alleen vanwege de kaderrichtlijn water, waar het bijvoorbeeld belangrijk is voor het halen van je kaderrichtlijn waterdoelen in de vorm van beschaduwing langs je waterlopen, zo watertemperatuur en dat soort dingen. Maar een kaderrichtlijn water heeft ook een grondwateronderdeel en daar heeft bos ook allerlei invloeden op. We kwamen eigenlijk gaandeweg tot de conclusie, wat we eigenlijk nodig hebben is een gemeenschappelijke taal. Dus en een gemeenschappelijke kennisbasis. Dus maak nou eens een overzicht van wat weten we en wat kunnen we ermee. Dan houden we het perspectief van de waterbeheerder als primair uitgangspunt. Nou, dat is een beetje de achtergrond waartegen we te werk zijn gegaan. Dat hebben we gedaan aan de hand van 10, eigenlijk 11 thema's. Die allemaal te maken hebben met hoe bos water verbruikt of water oplevert. Dat zie je in het plaatje aan de linkerkant van het scherm. Het bos doet van alles met water. Het neemt het op, het verdampt het. Het zorgt dat het makkelijker de grond in kan. Het doet iets met de kwaliteit van het grondwater op de weg van boven naar beneden. Het kan het laten vasthouden. En dan hebben we eigenlijk die vragen die we gesteld hebben, dus niet alleen de kaderrichtlijn water, maar ook grondwaterkwaliteit, watervoorziening, wateroverlast, bijdrage aan biodiversiteit. Al die vragen die we gesteld hebben, hebben we
eigenlijk met dit plaatje in het achterhoofd beantwoord. Aan de hand van nitrotielonderzoek hebben we dat gedaan. En we hebben het opgesplitst in al deze vragen, omdat ja, je hebt natuurlijk als verschillende waterbeheerders kun je verschillende aandachtspunten hebben. Je kunt je primair richten op het kaderrecht naar water, of je kunt zeggen, nou eigenlijk vinden we biodiversiteit net zo belangrijk. Dus je moet keuze hebben. En dat is een keuze die je als adviseur niet voor de betreffende waterbeheerder kan maken. Dat wil je aan de waterbeheerder zelf maken. Daarom hebben we ze apart beantwoord. En hebben we het online instrument ook zo opgezet, dat je die laag over elkaar heen kan leggen. En dat niet alleen. Als je voor al deze vragen één enkele kaart zou maken, dan hou je helemaal niks meer over. Dan is het bos nooit een goed idee. En dat is natuurlijk raar. Maar daarover later meer. Een ander punt, hè, om een beetje te illustreren van nou, hoe raakt het bos nu de waterbeheerder. Als je kijkt vanuit een waterschap, bijvoorbeeld, die vaak bezig zijn met bekerstel in bepaalde fysisch-geografische regio's. Dan gaat de discussie vaak over, nou kunnen we niet iets met alluviaal bos, of willen we niet vochtige schaallanden. En dan zie je eigenlijk dat als je vochtige bos realiseert, dat je ook eigenlijk direct een heel grote bijdrage levert aan allerlei andere beleidsdoelstellingen. Dus wat we ook hebben geprobeerd te doen, is laten zien, nou als je nu iets met bos wil, dan kun je ook kijken van wat levert me dat nog meer op. Het belangrijkste uitgangspunt is eigenlijk dat je moet kiezen wat je wil dat een bos voor je doet. Een bos kan heel veel, maar het kan niet alles tegelijk. Ik zei het al, hè, dan hebben we het ook per thema uitgewerkt. Dat heeft deels te maken met wat elke waterbeheerder en of zijn bestuurder belangrijk vindt. Maar je kunt niet alles tegelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt vanuit puur alleen CO2 vastleggen, nou ja, als je het heel plat slaat, is het enige wat je dan zou hoeven doen, is gewoon bomen neerzetten. Maar dan doe je niet noodzakelijkerwijs iets voor biodiversiteit, dan doe je niet noodzakelijkerwijs iets voor je grondwaterkwaliteit, dan voeg je niet noodzakelijkerwijs meer water toe aan de grondwatervoorraad. Dus het is goed om van tevoren te bedenken, wat wil ik ermee? En dat willen we graag zo objectief mogelijk houden, dus dat hebben we gedaan aan de basis van literatuuronderzoek. Onze mening zit er niet in. Maar dat betekent ook dat er onzekerheden zijn en dat er kennisvragen zijn. Want je komt erachter als je hiermee aan de gang gaat. Nou, niet alles is uitgezocht. En zeker niet in Nederland. En dat zijn dingen, als je hier serieus met een slag gaat. Dan zou je kunnen kijken, kunnen we die met elkaar invullen. Maar belangrijker nog, uiteindelijk ga je natuurlijk aan de slag in een bepaald gebied. In een bepaalde beek, op een bepaald project. Nou, daar kun je met een hele hoop lokale kennis kun je wel echt een heel eind komen. Maar een andere oproep is ook wel, blijf de actualiteit volgen. Niet alleen vanuit kunnen die piepjes uit te vallen? Ik merk dat ik daar best wel last van heb. Ik krijg de hele tijd een piep in mijn oor, ja, dit jaar. Die onzekerheden en kennisvragen, daar wil je mee aan de slag. En daar wordt nu ook mee aan de slag gegaan. Niet alleen vanuit de bossenstrategie, maar ook vanuit allerlei andere beleidslijnen. Dus het is ook goed om de actualiteit te volgen. Want het literatuuronderzoek, daar zet je op een gegeven moment een punt achter. En dan ben je zo volledig mogelijk geweest. Maar de tijd staat natuurlijk niet stil. En wat we uiteindelijk gedaan hebben, is dat we al die informatie uit de literatuur, die hebben we vertaald naar kennisregels. Dat heb je nodig om daar een kaartbeeld van te kunnen maken. Dus je kunt niet een antwoord uit de literatuur kun je niet op kaart werken. Maar waar je dan aan moet denken, dat staat hieronder. In het rechtsonder staat dat een beetje. Dus we hebben gewoon gekeken van nou, wanneer is het bos nou kansrijk? Wanneer is het kansrijk? En wanneer is het kansarm? En het is belangrijk om daarbij te bedenken, dat is allemaal relatief. Het staat iedereen altijd vrij om iets te doen wat kansarm is, als dat om wat voor reden dan ook goed uitkomt. Dus het is niet dwingend. Dus hoe komt zo'n kennisregel nou tot stand? Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, als je nou een van die thema's was, wat
wat is vanuit watervoorziening bedacht nu de beste mogelijkheid, waar liggen dan de beste mogelijkheden voor een nieuw bos? Nou, als je dan je diepcultuuronderzoek helemaal gedaan hebt en je kijkt nog een keer naar dat plaatje, dan zie je dat watervoorziening, dat heeft te maken met de verhouding tussen neerslag en verdamping en doorval, wat er dan uiteindelijk op de bodem komt, wordt daarvan geëffecteerd. Nou, wat is beschikbaar? Dat hangt af van je landgebruik. Dus op die manier moet je dat ook, hebben we dat weer vertaald naar een kennisregel. Dan zie je dat gemiddeld genomen op basis van de getallen die we hadden en hebben, daar wordt nu opnieuw onderzoek aan gedaan, om dat wat verder te brengen. Dat zijn wat oudere getallen als je daar in de rapportage naar gaat kijken, die waar nog wel wat optimalisatie mogelijk is. Maar als je die getallen gewoon gebruikt, dan zie je dat naaldbos en mais die verdampen veel meer dan loofbos. En als je dat in intrekgebieden doet, als je daar dus een veranderende landgebruik realiseert, dan heb je dus meer water beschikbaar dat kan infiltreren. Nou, van natuurgronden of graslanden ligt de houding veel meer gelijk, dus dat is een taal. En als je gaat proberen om water toe te voegen aan het grondwater op plekken waar het al uitreedt, dan ben je relatief laat in dit systeem, dus dat is vrij kansbaar. Nou, op die manier hebben we elke keer geprobeerd een vertaling te maken van de literatuur naar een kennisregel die we op kaart kunnen zien. Ik gaf al aan, hè, dus er zijn natuurlijk ook onzekerheden en kennisvragen. En bos is ook niet altijd de optimale keuze. Dat kan er ook uitkomen. Als je kijkt naar het plan en naar het model die ik uit het rapport heb gehaald, dan zie je eigenlijk dat zaken als stuifzand en droge heide, dat die eigenlijk de meeste ruimte geven voor het toevoegen van water aan de grondwatervoorraad. Dus als dat je enige primaire doel is, dan is een bos misschien niet de optimale keuze. Maar, zoals ik al zei, er zijn altijd meer dingen tegelijk belangrijk. Dus het is altijd een locatiespecifieke afweging. Nou, wat tegelijk ook speelt met deze getal, is dat wat er hieronder staat, daar zijn we gewoon eerlijk over geweest. Wat er niet is, hebben we geprobeerd te benaderen. En daar kunnen en er moeten nieuwe getallen voor komen in de toekomst. Wat er niet aan afdoet, dat de orde van grootte, die zal waarschijnlijk goed zijn. Dus het is niet zo dat er kennislacunes zijn die maken dat je het volgens mij niet kan gebruiken. Dat we maar wat hebben ze te doen. Het is gewoon goed om een beetje de nuance in de gaten te houden, zou ik zeggen. Nou, ik ga wel aan. Lezen mag wel, maar lezen hoeft niet. Het is natuurlijk fijner als je gewoon meteen aan de slag kan. We wilden graag iets maken waar je met elkaar een gesprek over kan hebben. Is die isbos hier een goed idee of is dat niet? Wat zijn onze doelstellingen? Waar zou het dan kunnen? En waar moeten we het dan doen en waar moeten we het beter niet doen? En hoe past het in het proces? Nou, dat soort vragen. Hier moet ik even een wissel maken. Dan wil ik even meenemen naar de viewer. Goed, dus het is nu helemaal gewisseld. We hebben ons gefocust op het beheergebied van waterschap de Dommel. Dat heeft er niet alleen mee te maken dat waterschap de Dommel erg geparticipeerd heeft in dit project, maar ook omdat het een heel data-intensief project is. En het is niet makkelijk om voor heel Nederland aan dezelfde kwalitatief vergelijkbare data te komen. Dus vandaar dat ik nu ook hierop focus en het eerste deel van de video focust hierop. We hebben, zoals je hier rechtsboven kan zien, hebben we het ook geëxtrapoleerd naar de hoge zandgronden. Die laat ik nu achterwege vanwege de zwaarte van de viewer. Dat neemt wat meer tijd in beslag. Dat wil trouwens niet zeggen dat de kennisregels zoals ze nu zijn, dat die niet ook toepasbaar zijn in het laagveengebied of buiten de beekdalen. Alleen zullen de antwoorden daar soms anders zijn. Nou, we hebben al een paar keer gekeken naar grondwaterkwaliteit. Dat is een van de kennisregels. Dat is de kennisregels die in een viewer weer te geven zijn, die
Die hebben we hier aan de muurtje neergezet. Die kun je zelf kiezen wat je belangrijk vindt. We hadden net al gezien, landbouwgrond in intrekgebied of naaldbos in intrekgebied, daar is een goed idee. Landbouwgrond in kwelgebied kan nog, maar het heeft vooral te maken met het kwaliteitsaspect. En bij natuurgrond win je eigenlijk niet zoveel. En dat kun je hier dus in terugvinden, op elk willekeurig plekje. En je kan dat stapelen, zowel met watervoorziening, waar we het ook al over gehad hebben. Die laten we nu onder. Je kan ze dus over elkaar heen leggen. Ik haal ze net door elkaar. Hier zie je de naambos en maïsteelt in het infiltratiegebied. En natuurgrond op grasland in het infiltratiegebied. En dat is dan kansrijk of neutraal. En als we dan even teruggaan, omdat ze net door elkaar gehaald hebben, dan komt er de kwaliteit. Dan zie je hier drie aspecten staan. Grondwaterkwaliteit. Als je een bos kan realiseren op landbouwgebied en intrekgebied, dan neemt de insproeiing van stoffen, van het gebiedsvreemde of milieuverontreiniging met stoffen, die neemt af. Dus dan komt je grondwaterkwaliteit in kwelgebieden ten goede. Voor landbouwgrond en kwelgebied geldt hetzelfde. Maar voor natuurgrond, dat is kansarmer, omdat het bos nu eenmaal meer gebiedsvreemde stoffen invangt. En dus altijd meer stoffen naar het grondwater zal leveren dan lagere vegetatie, die dat veel minder. Nou, met die achtergrond, dus in de kaart gemaakt waar je zelf mee aan de gang kan, voor het stuk waar jij aan werkt. Dus even terug. Nou, dat is mooi maar. Wat betekent het nou in de praktijk? Wat ik nog net niet zie. Ik snap dat gaat allemaal erg snel en dan wil je op een later moment weer daar zelf nog een keer rustig naar kijken. Dat kan ook. De viewer is eenvoudig te vinden door een viewer Bos en Beekdalen in te tikken. Dan krijg je de viewer in je zoombalk. Dus je kan er gewoon zelf direct mee aan de gang. Maar ik heb hier een klein voorbeeld van een klein stukje Nederland heb ik uitgewerkt aan de hand van een BKC-project. Meestal zijn de KW-doelen daarbij leidend. Vaak wil je ook iets met grondwaterkwaliteit en wateroverlast. En biodiversiteit en watervoorziening kunnen ook nog belangrijk zijn. Dat zijn doelen die vaak worden nagestreefd bij BKC-projecten. Hoe ziet dat er dan uit? Voor dit specifieke stukje Nederland zie je eigenlijk dat de beek zelf, dan is dat vanwege de beschaduwing, hier is niet heel veel beschaduwing gerealiseerd. Dus vanuit de KW-doelen zou het goed zijn voor de KW-doelen als je hier iets zou kunnen met extra bebossing. Al dan niet langs de beek lopen of stukken langs de beek, maar voor je KW-doelen zou het hier een plus zijn. Voor grondwaterkwaliteit, wat we net al zagen, hè, in dit stukje wat we hier hebben uitgekozen, een stukje net onder Eindhoven, daar is het meeste landgebruik is al natuurgrond. En er zit maar een klein deel, zit er nog landbouwgrond in de intrekgebieden. Dus dat geeft al een schifting in je areaal waar bos de belangrijkste bijdrage van levert. Ik denk dat het belangrijk is om nog een keer te zeggen dat het dus niks is. In beginsel dat je tegenhoudt om ook in je rode gebieden bos te realiseren. Zo is die viewer niet bedoeld. Het gaat alleen om waar is het optimaal. En die informatie kun je dan vervolgens gebruiken zoals je dat zelf wil. Het kan natuurlijk best zijn dat er vanuit het proces waar je in zit dat handig is om wel ergens anders bos te realiseren. Ja, dan kun je dat gewoon doen. Alleen dan hangt het niet aan de doelstelling grondwaterkwaliteit. Dan hangt het ergens anders aan. Hangt bijvoorbeeld aan watervoorziening. Kunnen we tot meer infiltratie komen? Of kunnen we het bos gebruiken om bovenstroms van woonkernen ervoor te zorgen dat het water niet zo snel naar beneden komt, waardoor we piekafvoer kunnen remmen?
Dat is wat je in deze kaart ziet. Het is de biodiversiteit. We hebben daar gewerkt met wat er bijvoorbeeld door de provincie wordt aangehouden. We hebben het zo uitgewerkt dat als je ergens het bos gaat realiseren, dat een bijdrage moet leveren aan de verbondenheid van de verschillende bosgebieden, met name de boskernen. En dan zie je eigenlijk dat je in dit gebied dat je daar heel goed mee aan de slag kan. En als je dan allemaal over elkaar heen legt en je kijkt nog een keer naar de eigendomssituatie, dan heb je hier eigenlijk een kaart waarop je je afweging zou kunnen baseren. Waar zou je nou je bos willen? Nou, dan zie je dat in dit stuk bijvoorbeeld. Het is een eigendom van een vrij beheerende organisatie. Het voegt iets toe aan grondwaterkwaliteit, watervoorziening en wateroverlast en biodiversiteit. Nou, dan zou dit bijvoorbeeld zo'n heel mooi areaal zijn om na te denken over het bos. En de 11e kennisvraag, die de oplettende kijker is opgevallen op de derde slide, die gaat er dan over van ja, wat voor bos is het dan? Hè? Want ja, je gaat natuurlijk niet bos realiseren om bos te realiseren als je er zover bent. Met je KW-doelen, je grondwaterkwaliteit, je watervoorziening en biodiversiteit. Dan wil je ook nadenken over van, ja, welk bos moet ik dan hebben om daar zoveel mogelijk rendement uit te halen. Dat heeft te maken met wat zijn nou je standplaatscondities? Is het nat, droog? Wat mag ik verwachten? En wat moet ik dan doen om hier een kwalitatief hoogwaardig bos te krijgen? En eigenlijk zoals ik het nu met jullie allemaal doorgesproken, zo is het instrument ook bedoeld. Dat je dat ook met elkaar kan doen. Dat je die afweging gewoon open kan maken. En als er vragen zijn, dan lijkt me dat daar een goed moment voor. Dankjewel, Boy. Nou, als mensen vragen hebben, dan kunnen ze die ook toevoegen aan de chat. En hele goede vragen die worden ook gewoon in de uitzending gehaald. Ik had zelf wel een vraag om misschien mee te beginnen. Dan kunnen mensen even nadenken over de eigen vraag. Wij komen tegen bij de uitwerking van ons waterbeleid dat er, als je aan de slag wil met de sponswerking van het landschap, dat de oude laagte in het landschap, hè, misschien de oude vennengebieden of de Vlaamse gebieden, dat die wel eens te nat kunnen worden voor landbouw. En soms liggen die ook gewoon buiten de beekdalen. Mm-hmm. Zou je die kennisregels, zou je die ook van toepassing kunnen verklaren op vergelijkbare natte gebieden buiten de beekdalen? Of zou je daar toch weer een beetje opnieuw moeten kijken naar de hele systematiek? Nee, ik denk niet dat je opnieuw hoeft te kijken naar de hele systematiek. We hebben de beekdalen. Ja, hoe zou ik zeggen? We hebben de beekdalen beekdalbreed opgevat. Dus eigenlijk van waterschijning tot waterschijning. Dus zo die Vlaasgebieden, zoals jij ze noemt, die hebben de neiging om juist bovenop die waterschijning te liggen. Dus daar kun je daar gewoon mee aan de slag. Daar wordt ook rekening mee gehouden in dat stukje abiotiek, wat ik net als laatste zei. Want als je dat echt gaat vernatten, dan wordt het te nat voor landbouw, maar dan wordt het waarschijnlijk ook te nat voor droog bos. Dus dan krijg je een ander, krijg je een ander bostype. Ja. Waarbij je dan wel ook moet afvragen, wat ik natuurlijk ook zei, is dat de plek waar je naar bos toe wil? Of wil je nou juist naar een ander vegetatietype, waardoor je misschien meer doet voor je grondwaterkwaliteit, of meer doet voor je, meer doet voor je verdamping? Ja, vaak zijn een afweging die je kan maken. Ja. Nee, dat klopt. Maar vaak zijn het wel stukjes die buiten het natuurnetwerk gelegen zijn. Omdat het allemaal kleine gebiedjes waren. Vroeger lagen ze dan waarschijnlijk in een vochtig heidegebied, maar dat is helemaal ontgonnen. Ja. Vandaar dat het een beetje losse postzegels en losse snippers zijn. Dus als je dan denkt over functieverandering, hè, en iets anders dan een natte teelt, dan zou je dus ook aan het bos kunnen denken in het kader van de bosstrategie.